Ik ben Katja Verheijen van de N-VA en 18 juni heb ik mijn eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Dit was voor mij de 8e keer dat ik meedeed met de verkiezingen. In Bree ben ik schepen en ik ben ook fractievoorzitter in de provincieraad, of was ik liever, in Limburg. Dus ik ging er wel een beetje vanuit dat ik op de lijst ter ondersteuning zou staan. En toen heb ik de vraag gekregen om als eerste opvolger te staan op de lijst. En dan was ik natuurlijk heel erg verheugd dat dat kon, dat ik mocht gaan. En dat was voor mij ook een erkenning. Een erkenning van denk ik wel mijn jarenlange inzet en steun voor de partij. Jan Peumans die duwde de lijst en Jan Peumans was verkozen en heeft dan aangegeven om niet meer te gaan zetelen, om met pensioen te gaan. Dus ik ben dan eigenlijk als eerste opvolger in plaats van Jan Peumans hier in het parlement geraakt. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? De avond van de verkiezingen, zijn we samengekomen in Bree met de afdeling van N-VA Bree. En nadien, tijdens de avond, ben ik naar Hasselt gegaan, waar wij samen met N-VA Limburg zijn samengekomen in Hasselt. En het was een heel bedrukte sfeer, omdat wij toch de verkiezingen misschien de uitslag iets anders hadden gezien. We hebben nog een aantal zetels verloren, wat niet fijn is voor mensen die niet meer terug kunnen zetelen. En natuurlijk gaat dat ook gepaard met een aantal medewerkers die ook niet meer kunnen terugkomen. Dus ik vond de sfeer heel bedrukt. En tegen middernacht was het dan officieel dat Jan Peumans verkozen is en had hij ook aangegeven van ik ga echt niet meer zetelen. Maar toch heb ik nooit het gevoel gehad van oh, hier moeten we gaan feesten of dit is een overwinning voor mezelf. En ik heb tot nu toe, vandaag de dag, nog altijd niet gevierd gehad dat ik zelf Vlaams volksvertegenwoordiger ben geworden. Liever. Dus voor mij was dat echt wel een heel dubbel gevoel die avond. En een beetje ook wel negatief. Zo. Ik had de uitslag ook liever anders gezien voor de N-VA. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, voor mijn persoonlijk resultaat natuurlijk wel, maar als ik naar de partij kijk, had ik het liever anders gezien. Ja. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? De verwachtingen van mijn nieuwe functie? Ik heb heel veel verwachtingen. Eigenlijk niet misschien beter zijn. Ik weet eigenlijk niet wat ik juist moet verwachten. Hè. Dat was in het begin heel overweldigend. Ondertussen heb ik wel wat kunnen kennismaken met de werking hier van het huis en het Vlaams parlement. En begin ik mij ook wat meer thuis te voelen. Maar ik merk heel erg dat de verwachtingen aan mijzelf heel hoog zijn. Al is het maar in mijn gezin, in Bree, bij mijn collega's, bij mijn ex-collega's die echt wel naar mij kijken van wat gaat zij daar doen? Gaat zij voor ons opkomen? Ik voel echt dat er met argusogen naar mij gekeken wordt gewoon. En dat brengt meteen dat de lat heel hoog is hè, voor mijzelf. Ik zou heel graag in de commissie welzijn zetelen, omdat ik zelf schepen ben van welzijn in Bree. Dat is een beetje een verlengstuk. Ja. Ik kan daar een aantal dossiers meenemen, maar ook omdat ik werkzaam ben geweest binnen de crisisjeugdhulp, binnen de jeugdhulp. En dat is iets wat ik heel graag wil opvolgen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ga mijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger combineren met mijn mandaat als schepen in Bree. Omdat ik vind dat het een meerwaarde is. Het is een aanvulling en het is natuurlijk ook een directe lijn. Als je bepaalde thema's in Bree, het moet niet alleen mijn welzijn of mijn wonen, mijn eigen bevoegdheid zijn, maar gewoon algemene thema's in Bree, in Limburg, heb ik hier de directe lijn in Brussel. Hè. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ik kan niet meer 3 keer per week naar een hobby gaan en ik kan niet meer elke vrijdagavond of zaterdagavond met mijn vrienden iets gaan drinken. Maar dat is iets wat ik daarvoor ook al niet meer kon, omdat ik mijn schepenmandaat combineerde met mijn job. Dus dat was wel moeilijk. En mijn jongste dochter vraagt ook elke dag als ik vertrek, zien we jou vanavond nog? Mama, wanneer kom je terug? Dus dat heeft wel zijn impact, maar dat is iets waar ik rekening mee heb gehouden. En dat zijn nu eenmaal dingen die erbij horen. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik het huis nog moet leren kennen. Er zijn nog heel veel dingen die ik moet leren. En ik hoop na 5 jaar dat ik gewoon het werk heb gedaan dat een parlementslid hoort te doen. En dat ik dan heel fier kan zijn en kan zeggen van dit heb ik de afgelopen 5 jaar gedaan, dit heb ik verwezenlijkt. En dan hoop ik dat ik gewoon niet afgerekend hoef te worden.